Na de training maak ik eerst de planning op voor de dag daarna en dan ga ik de trainingen van de dag zelf analyseren. Je kunt nooit hetzelfde plan maken voor 30 verschillende renners, maar we hebben sowieso de hele groep onderverdeeld in 3 groepen. De allround die doen heel gevarieerd met korte specifiek intervalwerk, veel afwisseling, terwijl de klimmers meer gaan focussen op het zo hoog mogelijk krijgen van de FTP, terwijl dus de heel intensieve intervals er hoofdzakelijk uit blijven. Ze hebben ook meer gewerkt op tijdrijden. En dan de sprinters, dat is duidelijk, hè. Die moeten sprinten. Hè. En, die hebben heel veel gesprint en ook een aantal keren lead-out geoefend. Dus daar wordt dan de rest van de groep bij betrokken die in de sprinttrein zit. Er is wel redelijk wat werk aan als je alle renners wilt grondig bekijken. Maar het is gewoon heel interessant om dagelijks op te volgen hoeveel, welke intensiteit, of dat ze het plan eigenlijk correct hebben uitgevoerd. Welke intensiteit ze gehaald hebben, welke trainingsstresscore dat ze die dag gehaald hebben. En om uiteindelijk te zien op het einde van de stage welke balans dat we hebben. Hè. Dus de bedoeling op stage is toch een soort van overreaching te krijgen. Dus dat ze eigenlijk redelijk fel in negatieve balans gaan. En Training Peaks is daarvoor ideaal om dat allemaal goed te kunnen opvolgen.